Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat met name het midden en noorden van het land te maken heeft met velden van hoge en middelbare bewolking vanochtend. In het zuiden schijnt al vrij geregeld de zon. In de loop van de dag gaat overal de zon flink doorbreken en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 21 graden op de Waddeneilanden en 23 tot lokaal 26 graden in de rest van het land. De wind is overwegend matig en komt uit het zuidwesten kracht 3 of 4. Ook vanavond zijn er brede opklaringen, is het overal droog. En halverwege de avond ligt de temperatuur rond een graad of 21. Ideaal weer om buiten te zitten of de barbecue aan te steken. Morgen begint de dag opnieuw met flink veel zon en de temperatuur stijgt snel. Uiteindelijk wordt het zo'n 25 graden in het noorden en noordwesten, en 27 tot lokaal 29 graden elders in het land. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Later in de middag komt er meer bewolking en s'avonds is kans op een regen- of onweersbui. Zaterdag, zondag en maandag keert het wisselvallige weer terug. Er zijn geregeld buien, tussendoor schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur gaat geleidelijk omlaag, na zo'n 19 of 20 graden in de nieuwe week. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl